Vandaag gaan we op de naschoolse iedereen interviewen. En we gaan vandaag beginnen met Suzanne, dat is de leidster. Hi, ik ben Suzanne. En dat heb je al gezegd. Ik ben de leidster hier van de naschoolse opvang. En ik wil eigenlijk even een rondleiding geven, dat iedereen zo'n beetje weet hoe dat hier aan toe gaat. Oké, nou ik begin maar gewoon in deze hoek. Dit is onze interviewer. Die stelt hopelijk de juiste vragen. Daar in de hoek hebben we Wendy. Wil je misschien aan Wendy een vraag stellen? Heb je? Ja. Wendy, hoe vind je het om hier te werken? Hartstikke gezellig. Ja. Okay. Nou, daar hebben we Jannie. Daarnaast hebben we Jannie. Jannie probeert even vriendschapbaantjes te creëren. Heb je ook aan Jannie een vraag? Nee. Nee? Nee. Vragen? Nee, hallo. Leuk, gezellig. Nou, oké, als derde. Dit is de ruimte. Dit is het woonkamergedeelte. Blablabla. Dan zijn we nog van plan om hier zo'n ooit een kussenhoek te maken met matrassen en heel veel kussens, zodat kinderen ook een beetje kunnen luieren. Kussens, ja. Dit is de knutselkast. En speelkast, dus kinderen kunnen wat uitzoeken en aan deze tafel wat doen. Big Ben. Ja, dat zit niet in de boot, dat weet ik niet. Oh, dit is een computerhoekje. Heb je lopen in de gang? Daar is het. Kijk, nou vandaag gaan we naar buiten. En we zijn vandaag op Nenzo, het is de 12e van april. En we gaan dan naar buiten, want het is echt een knikker. Ja, knikker. Tijd. Ja, kijk, en hier zie je al dat heel veel kinderen zitten te knikkeren. Ze hebben hier ook een hele grote speelruimte. We gaan door. Kijken. Ze hebben ook hier een schommel. En dit is Roos. Haar zusje. En dat is Kim. Hallo. Hallo Kim. En dat is Marichje en dat is Tiffany. Wie is Marichje hier? Steek je vingers op voor Marichje. Huh? Wie is die Marichje? Steek je vingers op. Ga eens weg. Ik ben hè. Kijk, het is een leuk voor knikkers. Op dit moment mag ik even jouw knikkers? Wordt van alle kanten geknikkerd. Oh, ja. En ik heb twee lievelingsknikkers, want die zijn niet van mij. Wie heeft er nog gehad? Heb jij die gehad? Mag ik die even zien? Oh ja, die grote. Kim, jij. Oh nee. Ja. Nou, ik ga naar huis. Nou, ik moet even mijn lievelingsknikkers laten zien. Kan dat? Ja. Die zijn dat. Oké, vindt u het leuk om op de naschool te werken? Die heeft zo'n bloemetje vast. Ja, dat vind ik heel leuk. En vindt u het... Sorry. Vindt u het ook leuk om broodjes te smeren? Want u smeert ook broodjes. Ja. Nou, ik vind broodjes smeren vind ik leuk. Want ik vind het namelijk leuk omdat die broodjes binnen 2 minuten op zijn. Ik weet, ik kan met zo'n broodje hier naar binnen komen en dat broodje is al 2 minuten op. Ik kan nog met 10 broden naar binnen komen en dat is na 2 keer 5. Oh, 2 keer 5 is 10. 10 minuten op. Dus daarom vind ik het heel leuk. Nou, dat is toch prachtig. Ja. Prachtig dat zo'n juffrouw er is. Ja. Waarom nou chips wordt geëten nou? Oh, Dustin is jarig geweest en die trakteert. Oh. Ja? Ja. Dus daarom hebben we chips. Zo, ja.
gymzaal. Daar gingen wij. Jullie ook een handje chips er buiten de gymzaal opeten? Jij bent net zo. Ik zag maar een handje chips. Mag ik? Even wachten, die heeft ook gehad. Nee, maar... Nou, oma ook! Ik kom zo voor de tweede ronde, we hebben nog niks gehad. Godzonde. Sweet! Thank you.